Carwash Dodane blijft de beste carwash van het land. Dankzij voortdurende technologische innovatie krijgt jouw wagen de behandeling die hij verdient. Samen met onze krasvrije textielwassing en het gebruik van gedemineraliseerd water zorgt ons unieke ingebouwde polierstation voor een ongelooflijke glans. Maak bovendien gratis gebruik van onze stofzuigeilanden met hyperkrachtige turbinestofzuigers en onze matte wassers. Ontdek alle diensten van Carwash Dodane op www.dodane.be. De laatste tijd zie ik regelmatig nogal wat vacatures verschijnen op de Facebookpagina van de lokale politie van Ninove. Blijkbaar zijn jullie heel erg op zoek naar personeel. Klopt dat? Dat klopt inderdaad. Hè. We zijn eigenlijk constant op zoek naar goede medewerkers, gemotiveerde medewerkers, medewerkers die positief staan tegenover het project. Dat is eigenlijk al, als ik kijk naar andere korpsen, een beetje vergelijkbaar. Er is uitstroom, zijn mensen die pensioneren. Jullie weten ook dat ik hier pas een zevental maanden aan de slag ben. En dan is er altijd toch ook misschien wel een beetje collateral damage. Mensen die niet direct zich vinden in het nieuwe beleid en dan andere oorden gaan opzoeken. Dus er zijn verschillende oorzaken dat er vacatures zijn. Maar ook, gelet op het feit dat ik toch wel een aantal nieuwe accenten leg, zijn onder andere het lokale Computer Crime Unit. Dat is een nieuwe functie die we creëren. Merken we toch, vragen we inderdaad veel mensen. En het positieve is dat wij blijkbaar toch wel een vrij aantrekkelijke werkgever blijken te zijn, omdat er heel veel interesse is. Dus de vacatures die we open verklaren, we hebben zeer veel respons. Het zijn ook, het is ook burgerpersoneel, neem ik aan. Ja, dus het is een combinatie van geuniformeerden die dan via de geëikte kanalen intern de federale en lokale politie instromen. Daarnaast werken we ook met de directe werving. Dus dat zijn inderdaad, omdat we toch wel met vrij grote tekorten zitten, mensen die onmiddellijk aangeworven zijn en het speciaal is, worden ook onmiddellijk gestatutariseerd. Ja. Jullie organiseren ook een job-event, 21 september. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik neem aan dat dat ook bedoeld is om mensen zoveel mogelijk aan te werven. Ja, ons job-event, dat is eigenlijk een event die erop gericht is om geïnteresseerde kandidaten warm te maken voor de job. Het is niet zo dat we dat job-event specifiek organiseren omdat wij hier aan geen medewerkers raken. Dat is het dus niet. Ik heb het net gezegd. Er is zeer veel interesse om naar hier te komen. Blijkbaar geloven externen in het project dat we hier aan het neerzetten zijn. Wij willen echter ons blijven in de markt prijzen. Wij willen aan corporate management doen. Dat is aantonen dat we een goede werkgever zijn. Dat het aangenaam werken is, dat het goed werken is bij de politie Ninove. En wij willen aan de potentieel geïnteresseerden tonen wat is er eigenlijk nodig om in te stromen als externen. Welke test moeten er gebeuren? Zowel cognitieve, inhoudelijke, sporttests. Vandaar dat wij ook onder andere een BEEP-test, de sportproef, simuleren. En dat wij ook, dat is misschien tip van de sluier, maar dat wij hem toch ook al eens laten proeven van onder andere het schieten. Men mag ook eens schieten met oefenmunitie, om te zien, kijk ja, ook dat behoort tot de taken van een politieman of vrouw. We gaan geen spectaculair beeld schetsen van de politie, dus jullie zullen hier op 21 september, gaan jullie hier geen dead rides zien, gaan jullie geen paarden zien, gaan jullie geen gemaskerde personen zien van de speciale eenheden. Wij gaan ons profileren zoals dat we zijn. Een lokale politie gericht op een gemeenschapsgerichte politie zou lijken. Nog even heel kort, het job-event heeft plaats 21 september. Vanaf wanneer tot wanneer en waar? En
Als mensen geïnteresseerd zijn, is het met voorinschrijving? Ja, voor een job-event is het inderdaad met voorinschrijvingen. Dus dat gaat door op 21 september van 10 tot 16 uur. En men moet vooraf inschrijven via onze Facebook of via de kanalen vermeld op onze flyers. Tegelijkertijd, naast het job-event, die echt heel specifiek is voor personen die interesse hebben om binnen de politie te werken, of dat dat nu burgerprofielen zijn of operationele profielen, daarnaast hebben wij ook onze open deurdag. Het grote publiek, de bevolking, kan dan een inkijk nemen in onze werking. Tijdens dat event, tijdens onze open deurdag, wij zullen ook voorzien dat er standjes zijn met een netje en een droogje, zodat er het ook een gezellige namiddag kan worden. Maar is er ook fietslabeling voorzien. Preventie is ook iets heel belangrijks en we gaan daar een goede samenwerking met de dienst Integrale Veiligheid van de stad ook een stand zetten, zodanig dat mensen, bewoners van onze schone stad Ninove, dat die ook hun fietsen kunnen komen laten labelen. Daarnaast gaan er nog promille briloefeningen zijn, zodat mensen kunnen eens simuleren, ja, hoe voelt het aan om dronken te zijn, iets te nemen. En dan verschillende standen van onze verschillende functionaliteiten. Er gaat ook een toelichting zijn, een rondleiding zijn bedoel ik, in het korps, in het nieuwe commissariaat. Die lokalen die kunnen bezocht worden, zullen kunnen bezocht worden. En we zullen ook eens een demonstratie of onze collectieve en individuele wapens tonen, zodanig dat de bevolking ook weet, ja, zo'n politiekorps, wat heeft het allemaal als middelen? Ook het voertuigenpark en dergelijke meer zal getoond worden. Het is de bedoeling om de bevolking een mooi beeld te geven en een goed beeld te geven van waar het stadsbestuur de laatste jaren heeft geïnvesteerd en waar het politiekorps allemaal voor staat. Wat mij opvalt, vroeger kregen wij regelmatig cijfers door van snelheidscontroles, bijna wekelijks en de maandelijkse rapporten, dat is nu bijna helemaal weggevallen. Heeft dat te maken met een andere beleidsvisie? Zijn er geen snelheidscontroles meer? En, ja. Ik denk ook wel dat er een aantal oorzaken zijn. Het is niet zo dat ik vind dat er geen snelheidscontroles moeten zijn. Er moeten zeker en vast snelheidscontroles zijn, want snelheid, dat is nog altijd de grootste doder in het verkeer. Het heeft ook te maken met het feit dat wij toch wel met een onderbezetting hebben gezeten van verkeer. Dat wordt binnen dit en een aantal maanden opgelost, omdat we dan een volledig verkeersteam hebben. Dat heeft te maken met opleiding die een aantal personen gevolgd hebben. En dat heeft ook voor een stukje te maken met het breder bekijken van het aspect verkeer. Jullie zullen ook gezien hebben dat wij naar aanleiding van de start van de scholen bijvoorbeeld begonnen zijn met een project gele rode kaarten. Ja, daar kruipt capaciteit in. Als je maar 6 mensen in je verkeersdienst hebt en als je die inzet onder andere om dat schooltoezicht, dat verkeerstoezicht bij de school te doen, ja, dat kunnen ze ondertussen niet in een wagen zetten om te gaan flitsen. Het is dus een bredere spreiding van alle initiatieven. Ik heb het al gezegd, toezicht. Je hebt ook zwaar vervoer. De werken, die toch ook wel vrij veel capaciteit vragen. Bijvoorbeeld op dinsdag zetten we verkeersploeg in ter hoogte van de Kaaibrug om het verkeer toch wat vlotter te laten verlopen, omdat we gezien hebben, ja, daar is toch wel een problematiek. En wanneer dat je in een wagen zit en je raakt niet vooruit, dat leidt tot frustraties. We weten allemaal tot wat frustraties in het verkeer kunnen leiden. Dus wij proberen dus gespreid in te zetten. Ik ga er ook heel eerlijk in zijn, moesten wij hier binnen de stad Ninove met gasverkeer werken, dan zouden wij er misschien kunnen voor opteren om een burgerpersoneelslid zeer systematisch te laten snelheid controleren. Want ik ben een zeer grote voorstander van de gasverkeer, dus waarin ook de flitsboetes in zitten, omdat dat onder andere een zeer snelle
respons is op een overtreding. Plus ook ja, de inkomsten gaan naar de stad. Zeer interessant ergens. Daar waar dat de inkomsten nu gewoon naar de federale overheden gaan. Maar waarom ben ik er nog een voorstander van? Dat is dat we dan zeer gericht kunnen gaan op die zone 30's gaan controleren. Ik vind, wanneer dat u een zone 30 inricht, dat daar moet een handhavingspolitiek achter staan. Anders moet je geen zone 30 gaan stellen. Zeker in die schoolomgevingen is dat mega belangrijk, dat er een veilige schoolomgeving is. Dat moet je dan ook kunnen verbaliseren en wetende, er is geverbaliseerd, daar wordt ook op. Dus die boete volgt dan ook. En als jij niet binnen dat gassysteem werkt, is dat niet altijd het geval. Omdat men daar dan begint met quota's, onderbezetting van die federale diensten. En zoals in de Dobbit-programma's, wat je zelf doet, doe je meestal beter. En vanuit die filosofie wil ik ook dat verkeersbeleid, het gasverhaal bekijken. Bedankt, succes. Dank u wel.